Kees van der Staaij in Nunspeet aanwezig voor het verkiezingsprogramma hier en straks in Staphorst. Is dat preken voor eigen parochie? Want u heeft een sterke en trouwe achterban. Ja, het is investeren in de eigen achterban. En dat moet je naast het opzoeken van nieuwe kiezers ook doen. Want anders bent u bang dat u een restzetel mist of gaat afkalven in de loop van de tijd? Je moet nooit denken dat je trouwe kiezers wel in je zak hebt. Je moet altijd blijven investeren in je eigen mensen. Dat zijn ook je ambassadeurs om de buren die nog geen SGP stemmen ook ervan te overtuigen dat te gaan doen. Ja, nu bent u in een hospice in Nunspeet, hè, waar ze mensen begeleiden met pijnbestrijding. Natuurlijk niet met, laten we zeggen, een barmhartige dood door morfine de toediening te verhogen. Is dat een voorbeeld van hoe het zou moeten? Ik vind hospices zijn een hele mooie vorm voor mensen hun laatste dagen met hele goede zorg, of laatste weken, laatste maanden, door te kunnen brengen. Op de manier zoals zij dat ook willen. Dat is dat in heel Nederland zie je dat zeg maar in de grote behoefte voorziet. En wij vinden dat ook de financiering, de betaling daarvan, zo soepel mogelijk moet zijn. Ja, vraag je natuurlijk aan alle politici die de regio betreden. Hoe regionaal bent u eigenlijk? In onze krant vorige week stond dat het Rijk heel weinig bijdraagt aan infrastructuur. In Overijssel werd maar 100 miljoen bijbetaald bij bijna 400 miljoen eigen geld van de provincie. Is dat niet een beetje scheef? Ja, als ik die cijfers op me laat inwerken, dan zeg ik dat is inderdaad duidelijk scheef getrokken. En het is goed om die munitie ook zo op tafel te hebben liggen. En om daar ook de volgende periode echt werk van te maken van een eerlijke verdeling van het geld. Dat niet het Randstad te veel profiteert ten koste van de rest.